Gaan we een keertje de Minecraft Survival opnemen? Waarom niet? Of streamen, kan ook. Kan ook. Kan ook, hè? TikTok is er ook bij. In ieder geval gaan we lekker trainen. Hier hebben we het al een andere keer over. En dan gaan we lekker trainen. Dan ik nu al 75 keer per se. Een hele goede mens. Hele goede mensen. Goedemorgen mensen. Goedemiddag eigenlijk. Welkom terug bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn. En vandaag is het donderdag? Is het donderdag? Volgens mij, ja, het is donderdag. Ik ben helemaal de dagen kwijt gewoon. Ik ga vandaag lekker filmen voor schoolopdracht en stage lopen. Ik ben nu nog bezig. Ik ben nu even iets aan het uploaden. Maar het is nu 3:30. En het gaat tot nu toe best wel goed. Ik heb hard gewerkt tot nu toe. Dus dat is helemaal goed aan het gaan. En dan ga ik straks schakelen met Twan. Ga ik een schoolopdracht maken. Sorry dat ik een beetje overbelicht ben zo. Maar ja, ik kan er niets van doen. De zon is de zon. In ieder geval ga ik straks met Twan een schoolopdracht maken. Ja. Zo, holy moly. Mijn brein loopt helemaal vast. What the fuck? Ik ga zo even douchen. Daarna ga ik trainen. En dan ga ik met Twan. Daarvoor ga ik trouwens schooldracht maken. Want ik moet die af hebben. En anders kan ik niet overgaan. Ik moet daar voldoende voor halen. En ik denk dat dat zeker gaat lukken. Ik wist niet dat die schooldracht erop was. Want ja, ik weet niet of ik dat verhaal had verteld. Maar die leraar zette de schooldracht erop. Zonder dat iets zei, zeg maar. Dus ik heb hem niet helemaal op tijd kunnen inleveren. Vanavond moet hij af zijn en ik ga vanavond pas filmen, want ik weet het pas sinds 2 dagen geleden, dus dat is niet best. Maar ik denk dat het echt een hele goede video gaat worden. Ik ga gewoon mijn best doen erop, meer kan niet. En ik ga gewoon hopen dat ik een voldoende haal. Ik moet een 6,2 halen en dat is alles. Meer hoef ik echt niet. Dat is alles wat ik nodig heb om over te kunnen gaan. Dus daar gaan we gewoon lekker voor. En ik denk dat het wel goed moet gaan. Ik ga kijken straks eerst nog hoe ik mijn fiets op ga halen, want waarschijnlijk gaat mijn moeder me brengen. Omdat 2 dagen geleden kwam ik een beetje laat thuis, toen had ik geen zin meer om te fietsen naar huis. Dus toen staat mijn fiets nog op het station. Dus die ga ik straks even pakken en dan ga ik gelijk door naar de club. Want ja, dan gaat het gewoon een stuk makkelijker. Dan ga ik eten, ga ik daarna naar de club, gaan we filmen. En ik weet niet of ik mijn statief mee ga nemen. Ik zou het wel willen, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval ga ik wel filmen, dat weet ik wel zeker. 100% zeker. Ik heb gewoon echt heel veel zin in de training. Gewoon even lekker sporten en lekker bewegen. Moet ook gebeuren, toch mensen? Of zeg ik dat nou verkeerd? En dan ga ik ook misschien nog even, ja, gewoon even afspreken met vrienden wanneer we gaan afspreken. Zo simpel is het. Ja, dat is alles wat ik wilde zeggen. Vanavond gaan we lekker. Wat gaan we eten eigenlijk? Ik laat het straks wel zien wat we gaan eten. Het gaat in ieder geval heel erg lekker worden, weet ik zeker. Want HelloFresh gaan we eten. En dat is altijd wel heel erg lekker. Dus het is ook heel verschillend. Het zorgt voor variatie tijdens het eten. Tijdens het eten wel. Want het is gewoon niet de hele tijd hetzelfde. Dus dat is helemaal top. En het is heel erg lekker. Dus ik ga zo meteen lekker eten, omkleden, douchen, alles doen wat nodig is. En dan ga ik weg. Nou mensen, hier ligt het eten. Papa, het ging niet zo goed aan met eten. Dat was wel goed. Alleen het was te heet door de chili-korrels. Ja, er zaten een beetje heel veel volgens mij. Ja. Een beetje heel veel chili-korrels in. Dat was echt te heet. Ja, dan vind je het niet zo lekker. Ik vond het op zich was het niet verkeerd, maar het was wel een beetje aan de pittige kant. Erg dus, pittige kant inderdaad. Ja. Deze was te heet voor ons. Helaas, ja. Pindakaas. Helaas, pindakaas inderdaad. Nu ga ik naar de training toe. Ik ga Twan gaat me helpen met de opdracht. Heel aardig van hem. Dus ik haal waarschijnlijk nog een keertje een zakje snoep of zo voor hem. Want ja, ik moet al overgaan en dan helpt hij me gewoon mee. Dus heel aardig van Twan. Nu ga ik de tas inpakken en dan lekker weg. En dan kan ik daar zo even alles bedenken wat ik ga filmen. Want ik heb al een paar ideeën, maar ik moet nog even zeg maar uit kunnen werken. En we gaan kijken hoe we dat dan doen. Ik ben op de club. Ole, Victor en Taat zijn er ook. En Twan is er ook. Twan heeft geholpen om te filmen. En ik heb hem even een dik met een Milka-reep gegeven. Hopelijk vind je deze lekker. Ik weet niet of je hem lekker vindt. Maar gaat er heus wel. Gaat er heus wel, dat is goed. Dat is goed. Hij zei eigenlijk liever niet te moe om opeten. Maar ik dacht, hij wil sowieso wel wat eten. En zag ik hem in de la liggen. Toen dacht ik, hij zal het vast wel goed vinden. We gaan nu gaan filmen. Filmen. Trainen, wat de fuck. We hebben net gefilmd. Trainen is nu 7:30 en we krijgen training van de vader van Tato. En we gaan de hele partij hebben hoor. Dat is lekker. Ik wel. Zij te hangen net. Dus we gaan de hele tijd lekker partijen. En daar zal ik even wat bij filmen als het kan. In ieder geval ga ik wat filmen zo. En na de training een sfeerbeelden van Twan die aan het bezig is met trainen. En dat ga ik gebruiken in de montage voor school. Daar ik echt een 6,2 voor moet houden, anders kan ik niet over. Dus dat is kut. Maar trouwens, gaan we een keertje de Minecraft Survival opnemen? Waarom niet? Of streamen, kan ook. Kan ook, hè? TikTok is er ook bij. In ieder geval gaan we lekker trainen. Hier hebben we het al een andere keer over. En dan gaan we lekker trainen. Dan heb ik nu al 75 keer per se. Thank you.
Ik heb gedoucht, nu ben ik thuis, nu ga ik lekker slapen. Het was een leuke training, zoals jullie hebben kunnen zien. Ik heb eigenlijk iets te lang aan laten staan camera. Volgende keer moet ik misschien iets eerder uitzetten, maar ik had er niet echt tijd voor. Dus hij ging gelukkig uit zichzelf uit. Volgens mij om het kwartier gaat hij uit zichzelf uit. Dus op zich is dat fijn, andere kant ook weer niet. Maar ja, op zich. Als het gewoon opgenomen wordt, is het opgenomen, zou ik zeggen. In ieder geval hebben jullie kunnen zien hoe we gepartijd hebben. Het ging op zich wel grappig, het was gewoon grappig. Het was een beetje een lollige training. Niet per se serieus, maar dat was wel leuk. Echt waar, ik vond het echt een leuke training. Dus dat is mooi. En nu ga ik lekker slapen. Het is 12:30 en ik heb het iets later gemaakt dan ik had gehoopt. Maar ik was een beetje te lang doorgaan gamen met Ole. Ja, eigenlijk wel. Geen excuses, gewoon dat is het. En in ieder geval ga ik wel lekker slapen. Voor de laatste tijd heb ik wel lekker geslapen de hele tijd. Dus dat is fijn. Alleen word ik dan vroeg wakker. En dan denk ik van shit, waarom heb ik dat nou gezegd? Ik wil helemaal niet vroeg wakker worden, maar moet wel. Dus dat is jammer. Maar op zich slaap ik wel lekker, dus dat is goed. Nu ga ik in ieder geval wel lekker slapen en hoop dat het nog lekkerder wordt dan vorige keer. En jullie ook hopelijk. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende vlog hier op mijn kanaal. 8:00 s'avonds, elke dag. Vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao.